Hey, hallo en welkom in een nieuwe video, een nieuwe podcast. Waarbij dat ik me van jou vandaag wil hebben over het healen van patronen van afhankelijkheid. Door de patronen van afhankelijkheid die in jouw wezen en jouw zijn aanwezig zijn te healen, kan je ervoor zorgen dat je eigenlijk zuiverder wordt. Zeker wanneer je denkt dat je geen patronen van afhankelijkheid hebt. Want elke ziel draagt deze kernwond in zijn wezen, in zijn zijn, in jouw energie. Want het is eigen aan het ontstaan van onze ziel dat er een aantal oertrauma's verbonden zijn. En afhankelijkheid is daar één van. Nu, toen we als ziel geboren werden uit de bron, dan voelde de energie zich in de steek gelaten door de mannelijke energie. Vanuit het idee de anderen nodig te hebben om zich heel te voelen. Had die vrouwelijke energie de neiging om de mannelijke energie volledig te gaan absorberen, volledig gaan op te eten, bij wijze van spreken. En hierdoor kreeg de mannelijke energie niet genoeg ruimte om ervaring op te doen in dit universum. En natuurlijk wou de vrouwelijke energie vanuit een tekort, vanuit de leegte, weer deel gaan uitmaken van het grotere geheel. Niet wetende dat er eigenlijk nooit een afscheiding bestaat. Dat is een illusie. Er is geen afscheiden met het grotere geheel, nog met de mannelijke energie die haar zuiverste spiegel is. En omgekeerd. Nu, zolang dat er vormen van afhankelijkheid in jouw energetisch systeem aanwezig is, of zijn, dan zal de onvoorwaardelijke liefde van het universum niet in zijn volledige gedaante kunnen ontvangen worden door jouw energie. Vanuit de disbalans in die vrouwelijke energie en jezelf probeer je eigenlijk controle te houden over de wereld. En afhankelijkheid uit zich niet alleen in een relatie, het gaat veel ruimer dan dat. Je kan ook afhankelijk zijn van een patroon, van een gedrag, van iets materieels. Maar eigenlijk ook het idee dat de situatie op een bepaalde manier moet verlopen, is een verborgen manier van die afhankelijkheid. Nu, we zijn niet gewoon om de volledige controle los te laten, want dat maakt ons bang. En het triggert die oerwonde waarbij we opnieuw denken in de steek gelaten te worden. Ons ego wil natuurlijk koste wat koste dat gaan vermijden, om opnieuw gekwetst te worden, om opnieuw in de steek gelaten te worden. En daarom probeert het ego het leven onder controle te houden. Alleen zorgt dat er ook voor dat wij onszelf in de weg staan. Je beïnvloedt op dat moment op zo'n manier jouw manifestaties, zodat het binnen je gekende referentiekader past. Alleen groei en de meeste van onze diepste verlangens liggen altijd net buiten dat kader. En dat vraagt van ons natuurlijk durf, moed, maar vooral ook veel doorzetting om te blijven vertrouwen in onze dromen en hiermee dus eigenlijk in jezelf. En daar gaat het vaak verkeerd. Omdat we zo gewoon zijn dat we iets niet kunnen, dat we hulp nodig hebben, dat we nog iets meer moeten leren, we nog langer moeten blijven oefenen, blijven we eigenlijk onszelf klein houden. Kortom, op dat ogenblik blijf je jezelf zien als een klein wezen dat niets kan en niets waard is. Wat dan natuurlijk heel nauw samenhangt met het idee rond slachtofferschap. Je geeft te veel waarde weg aan mensen buiten jezelf. Of het nu aan een god is, of aan het universum, of aan welke hogere kracht dat jij verkiest of mee resoneert. Nochtans zijn we allen ontstaan uit die hogere kracht, uit die bron. En we dragen allen één frequentie, één eigenschap van die bron of van die hogere kracht in ons. Wat betekent dat we allemaal mensgoden zijn, als je het zo wil noemen. We zijn allemaal spiritueel begaafd en allen hebben we de potentie in ons om lichtwezens te zien, om ze te horen, om te voelen, om ermee samen te werken. En elke ziel heeft evenveel recht op toegang tot de universele bibliotheek waar de alle wijsheid en alle kennis is opgeslagen. Dus dat betekent dat wanneer jij het stuk rond afhankelijkheid heelt en transformeert, dat je perfect in staat bent om op je eigen twee voeten te staan. En geen enkele andere ziel zal op dat moment nog geheimen voor je hebben. Want je zal voelen wanneer dat iemand niet oprecht is. Wanneer je opnieuw geleerd hebt hoe dat is om een zuiver kanaal van deze energie en boodschappen te zijn, dan zal je ook weten dat je ook niemand anders nodig hebt om jou te vertellen hoe de toekomst er zal uitzien. Je weet, en dat is genoeg.
En daar gaat ook deze maand over. Daar gaat ook november en december nog over. Over het verder meesterschap verwerven over je leven. En over jezelf realiseren in het leven. Daar gaat het hier om. Eigenlijk het feit dat je hier nu bent, daar gaat het om. Namelijk je opnieuw herinneren wat het betekent om een ziel, om een energie in een menselijk lichaam te zijn. De eenheid in jezelf erkennen en beseffen dat je soeverein bent in jezelf. Wat dat betekent dat er eigenlijk niets of niemand meer nodig is om dat voor jou te bevestigen. En hierdoor ben je ook in staat om die volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Omdat je weet, omdat je voelt, omdat je ziet, omdat je hoort dat wat dat jij ervaart als jouw realiteit voortkomt, ontstaat vanuit jouw bewustzijn. En wanneer je dit vertaalt naar relaties van de nieuwe tijd, dan ga je ook zien dat die twee zielen niet samenkomen vanuit een afhankelijkheid. Ze komen niet samen om de leegte in elkaar te vullen, nee. Op dat punt beseffen ze beiden dat ze in wezen de anderen niet nodig hebben om gelukkig te zijn, om vervuld of om zich vrij te voelen. De enige reden waarom dat deze twee zielen samenkomen of samen blijven, is omdat ze elkaar stimuleren in het beste zijn van zichzelf. En samen zijn is op dat punt een meerwaarde aan hun leven, waardoor dat ze eigenlijk hun energieën samenbrengen. En zo manifesteren ze eigenlijk een derde energie, namelijk de energie van de relatie. Wat dat dan eigenlijk ervoor zorgt dat 1 plus 1 niet meer 2 is, maar 1 plus 1 wordt eigenlijk 3. Op dat punt komen omega en alpha weer samen om een derde element te creëren, namelijk die eenheid tussen twee verschillende volledige eenheden, energieën en onvoorwaardelijke liefde. Wat dat eigenlijk de enige echte ware energie is van deze aarde, van het universum. Dus kortom, zolang dat er nog resten zijn van afhankelijkheid, die sluimeren in jouw zijn, in jouw energie, dan zal dat zich altijd tonen in jouw relaties en in jouw leven. Hoe fijn, maar hoe klein of hoe subtiel ook, het zal er altijd zijn. Dus kijk eens voor jezelf van waar dat je nog resten van afhankelijkheid te healen hebt. Heb je bijvoorbeeld wijn of andere alcoholische drank nodig om een gezellige avond te creëren? Of heb je iemand anders nodig om je gezelschap te houden? Wat doe je als er een elektrisch toestel stuk is en je eigenlijk daar niet veel over weet? Of de lamp is stuk? Of de druk op de waterketel is plots verminderd? Of je hebt hulp nodig in je tuin? Wat ga je doen? Ga je zelf gaan zoeken hoe dat je het kan oplossen? Denk je dat je het niet alleen kan? Of kijk van op welke manier je ermee gaat omgaan. En vooral, wees bewust wat dat de drijfveer is achter jouw gedrag. Je mag zeker en vast hulp vragen en ondersteuning vragen. Daar gaat afhankelijkheid niet om. Het gaat erom vanuit welke gedachte en vanuit welke emotie dat je dan eigenlijk dat gedrag gaat gaan stellen. Dus wanneer je bewust bent over de drijfveren achter jouw gedrag, dan ga je opnieuw heel wat van jezelf kunnen gaan healen en gaan uitzuiveren. En dat is uiteindelijk waar het proces van bewustwording en ascensie eigenlijk echt over gaat. Namelijk altijd maar een laagje dieper en dieper. Altijd maar nog meer transformeren, altijd maar nog meer uitzuiveren en altijd nog maar meer informatie gaan omarmen, gaan integreren. Zodanig dat je eigenlijk ook opnieuw je talenten en gaven vanuit je volledige potentieel kan gaan gebruiken. En zoals altijd voel je dat je ondersteuning kan gebruiken in dit proces van ontwaken, of dat je een reisgezel wenst in de reis terug naar jezelf, wel weet dan dat ik je hierbij met heel veel liefde en licht wil helpen en kan helpen. Maar het is natuurlijk aan jou om stappen te zetten, om mij te contacteren en ook dan om eigenlijk ook verder te blijven werken aan jezelf. Het is niet omdat je met mij samenwerkt dat ik het volledige werk voor jou kan en zal doen. Niemand kan dat voor jou doen. Persoonlijk en spirituele ontwikkeling is echt een persoonlijk een reis terug naar het zelf, een reis terug naar wie dat je werkelijk bent. Maar dat betekent ook dat je natuurlijk ook zelf het nodige werk mag en moet doen. En als je dat wilt, dan mag je mij contacteren en dan kijken we eerst en vooral of dat we matchen zijn natuurlijk.
En dan vervolgens kijken we wat jij op dit moment of op dit ogenblik nodig hebt. Wat er gaande is in jouw leven, waar je tegenaan loopt, wat dat de blokkades zijn en welke die nu al onmiddellijk mogen getransformeerd worden. Waar dat er nog wat meer bewustzijn over mag komen enzovoort. Nu heb je vragen, wil je samenwerken of wil je weten op welke manier we kunnen samenwerken? Onderaan elke video of op de website vind je terug wat dat mogelijk is en op welke manier we kunnen samenwerken. En zoals altijd, dan stuur ik je oneindig veel licht en liefde en dan spreek ik je in een nieuwe video en podcast. Daag!